Twee belangrijke en hele beroemde begrippen uit kwantenfysica zijn waarschijnlijkheid en onbepaaldheid. En beide begrippen zijn best lastig om echt te gronden en daarom gaan we er ook in detail naar kijken in deze webles. Dit plaatje heb je al eerder gezien in een vorige webles. Hier kun je zien de eh, proef die meneer Jong heeft gedaan met een dubbele spleet. En met deze proef kon meneer Jong aantonen dat licht. Echt golfverschijnselen uh, vertoont dat licht kan interfereren en op het scherm achter de dubbele spleet zie je uh, achtereenvolgende maxima en minima ontstaan. Wat bleek het geval te zijn? Met elektronen kun je eigenlijk dezelfde truc doen en je krijgt dan ook maxima en minima op een scherm te zien. Dus ook elektronen gedragen zich soms als golven. In het bovenste geval, wanneer we het hebben over licht, dan noemen we zo'n punt waar veel licht te vinden is, een punt met hoge intensiteit. Daar heb je een hoge lichtintensiteit. En heb je het over elektronen, dan zou je eerder geneigd zijn om te zeggen: ja, daar heb je veel deeltjes bij elkaar. Veel elektronen bij elkaar. Wat zou er nu gebeuren als we uh, deze proeven gaan aanpassen, zodat in de bovenste situatie er telkens maar één foton verzonden wordt. En in de onderste situatie één elektron. En eh, dat is ook wel eens gedaan. Het is ook eh, praktisch haalbaar. Maar dan kun je het niet meer hebben over intensiteit en deeltjesdichtheid. Want je hebt telkens maar één deeltje of één foton die ergens terechtkomt. Nou, wat blijkt nu het geval te zijn, je kunt vooraf onmogelijk voorspellen waar dat foton of waar dat elektron terechtkomt op het scherm. Maar je kunt wel iets anders zeggen. Je kunt namelijk zeggen. Uh, waar het waarschijnlijk is dat het foton of elektron op het scherm tere terechtkomt en waar het zeer onwaarschijnlijk is. En daar komt de term waarschijnlijkheid om de hoek kijken. En voordat we deze gaan toepassen in kwantumfysica, gaan we eerst eens eventjes gewoon in een huistuin en keukensituatie kijken, wat is waarschijnlijkheid nu eigenlijk? En we gaan een gedachte-experiment doen. Stel je voor, je belt een vriend op en je vraagt aan die vriend, ja waar ben je nu? En die vriend zegt: Ja, ik ben op school. En je zegt: nou, Oké, okay, kom eraan. Je stapt op je fiets. En onder het uh, fietsen bedenk je: Oh, wacht, ik ben heel, helemaal vergeten om te vragen waar in het schoolgebouw, waar in het schoolgebouw hij is. Um, ja, dan kun je natuurlijk met een beetje logisch nadenken als je het rooster weet van je vriend. En je weet een beetje hoe uh, de organisatie van het gebouw eruit ziet. En je weet een beetje de voorkeuren van die vriend voor jou, dan kun je wel een aardige schatting maken waar je hem kunt vinden. Je kunt een kansverdeling gaan maken, um, per bijvoorbeeld per ruimte, hoe groot de kans is dat je hem in die ruimte gaat vinden. En um, als je dat doet voor de hele school, dan heb je eigenlijk een soort verdeling gemaakt van allemaal kansen dat deze vriend in elke ruimte van school te vinden is. En je zou dat dan kunnen zien als een uh, iets wat we dan binnen de kwantumfysica een golffunctie noemen, maar iets wat uh, volgt uit de persoon, jouw vriend, en de interactie die jouw vriend heeft met de omgeving, met de school waar hij in is. Op sommige punten van de school is de kans heel groot dat hij uh, er zal zijn. Bijvoorbeeld het lokaal waar hij les zal moeten hebben. Maar op andere plekken van school zal de kans heel klein zijn dat die vriend daar te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan de meisjeswc. Eén ding weet je wel zeker: je weet dat die vriend op school te vinden is. Dus als je van alle lokalen de kans bij elkaar optelt, dan moet je altijd uitkomen op 1 of 100 procent. Want ergens in school zal hij zijn. Het mooie is, stel je loopt naar het lokaal waar hij les zou moeten hebben. Je doet de deur open en je ziet hem zitten. Op het moment dat je je vriend hebt waargenomen, vervalt eigenlijk die hele verdeling die je hebt gemaakt. Want je weet nu precies waar hij is. En alle uh, kansverdelingen die je had, ja, die hebben nu geen functie meer. We gaan dit eens even toepassen in de kwantumfysica. En we gaan weer terug naar deze twee plaatjes. Uh, in allebei de plaatjes heb je eigenlijk te maken met de kans om. Het kwantumdeeltje, en of dat nou een foton of een elektron is, de kans om hem aan te vinden ergens op het scherm. En die kun je dus uitdrukken, die kun je in een getal gieten eventueel. En, en om dat te doen heb je nodig de golffunctie van het deeltje. En de golffunctie wordt veroorzaakt doordat het deeltje golfgedrag vertoont. En of we het dan hebben over een foton of een elektron, dat maakt dan niet zoveel uit. En uh, wat moet je nu doen met die golffunctie? Wat blijkt het geval te zijn? Als je die golffunctie kwadrateert, krijg je de waarschijnlijkheid dat het deeltje zich daar bevindt. Dus heb ik een golffunctie die maximaal is, dan is de waarschijnlijkheid dat ik daar een deeltje vind hoog. Ook als die minimaal is, want je neemt het kwadraat en uh, dat zorgt ervoor dat de waarschijnlijkheid altijd groter is dan 1. Heb ik een, een golffunctie die op een bepaald punt op een bepaald tijdstip nul is, dan is de kans dat je daar een deeltje treft ook nul. Dus de golffunctie speelt een hele belangrijke rol in um, de kwantumfysica. En de golffunctie wordt ook wel eens uh, de kwantumgolf genoemd. Zover even um, waarschijnlijkheid, daar komen we later nog op terug. Maar we gaan naar het andere begrip onbepaaldheid. Wat is de rol van onbepaaldheid in de kwantummechanica? Nou, we gaan dat dadelijk bekijken en we gaan dat doen aan de hand van um, twee um, onderzoeksrichtingen die we gaan uh, gebruiken. We gaan namelijk kijken naar de golfeigenschappen die alle kwantumgolven hebben, want kwantumgolven of kwantumdeeltjes die bezitten golfeigenschappen. En we gaan ook kijken naar wat er gebeurt wanneer je als waarnemer een object waarneemt. En dan, dat blijkt van invloed te zijn op datgene wat je waarneemt. Dat is natuurlijk een heel vreemd idee. En eh, dat is eigenlijk amper te bevatten. Dat staat ook hier in de quote van meneer Feynman. We gaan eerst eens kijken naar uh, de golfeigenschappen van de kwantumdeeltjes. Stel, ik heb een kwantumgolf die er zo uitziet. En dit herken je: dit is een lopende golf. En van een lopende golf, van deze lopende golf, kunnen we zien dat het maar één golflengte bevat. En golflengte kun je relateren aan impuls van het kwantumdeeltje. En als je maar één golflengte hebt, dan weet je dus eigenlijk precies de impuls van het kwantumdeeltje. Overal in dit plaatje zie je dat de amplitude even groot is. Dat is altijd bij een lopende golf. Elk punt in dit plaatje heeft dezelfde amplitude. Amplitude kun je weer koppelen aan, en dat hebben we net dus gezien, aan de kans of de waarschijnlijkheid dat je het deeltje op die plek vindt. Want je moet dan het kwadraat nemen van deze kwantumgolf en dan krijg je de waarschijnlijkheid. Maar als uh, de amplitude overal even groot is, kun je eigenlijk niets zeggen over waar het deeltje zich bevindt. Dus je weet de impuls heel precies in deze situatie, maar je weet eigenlijk niets over de positie van het deeltje. We kunnen ook de andere kant op. Stel, ik ga proberen om het deeltje in een kleiner gebiedje te lokaliseren. En dat kan door een golfpakket te maken. En een golfpakket is eigenlijk niets anders dan de optelling van heel veel uh, sinusvormige golven. En als je dat juist doet, dan kun je iets creëren wat je uh, in het zwart onderin ziet. Dan krijg je een golfpakket. En bij een golfpakket heb je één of ja, een. Aantal pieken, maar het zijn er niet oneindig veel. Je hebt een afgebakend stukje ruimte waarbinnen het deeltje zich zal moeten bevinden. Dus de positie is een stuk beter bekend dan dat we net hadden. Alleen om dat te kunnen doen, moet je gebruik maken van golven van verschillende golflengtes. En verschillende golflengtes, dat wil zeggen dat de impuls van het deeltje juist daardoor een stuk minder bekend is geworden. Dus als je de ene verhoogt, de nauwkeurigheid van meting verhoogt in de ene, dan verlaag je automatisch ook de nauwkeurigheid van meting in de andere. En dat komt allemaal door de golfeigenschappen van kwantumdeeltjes. Hoe zit het nou met die waarnemer en, die, en het voorwerp dat die waarneemt? Nou, kijk even naar deze situatie. Ik heb een huistuin-keukenvoorbeeld genomen. Je kijkt met een hele krachtige microscoop naar een heel klein deeltje, bijvoorbeeld een elektron. En je wilt bepalen de positie van het elektron. Om het elektron te kunnen zien, zul je licht moeten binnenkrijgen in je microscoop. Dus er zal een foton tegen het elektron moeten botsen en die zal precies zo terug moeten komen dat hij jouw microscoop ingaat. Dan kun je het elektron waarnemen. Als je een foton gebruikt met een relatief grote golflengte, dan is het voordeel dat het foton weinig energie heeft en als het tegen het elektron botst, dat het weinig doet met het elektron. Maar het nadeel is. Dat uh, omdat het zo'n grote golflengte heeft, het kleine objectjes niet duidelijk zichtbaar zal kunnen maken. Het heeft een bepaalde minimumgrootte uh, van, van dingen die hij kan laten zien. Dus denk je dan, als ik mijn elektron goed wil uh, zien, als ik hem goed wil positioneren, dan moet ik dus een foton gebruiken met een hele kleine golflengte. En dan komt er een ander probleem om de hoek kijken. Want fotonen met kleine golflengte die hebben heel veel energie. En als zo'n foton botst met het elektron, dan zal het een gedeelte van die energie overdragen aan het elektron. Het elektron krijgt een zet en die beweegt een onbekende richting op. Dus je ziet het elektron wel, maar je weet eigenlijk niet wat de nieuwe plek en de nieuwe snelheid van het elektron is geworden. Want het heeft een stoot gekregen van het foton. Dus ook hier zie je dat je een uh, probleem krijgt als je zo nauwkeurig mogelijk wilt waarnemen. Uh, waarnemen beïnvloedt dus de situatie. En uh, het leidt daarnaast ook tot een zekere onbepaaldheid in je meting. En dat, daar kun je eigenlijk weinig tot niets aan doen. Een zekere heer Heisenberg heeft dat dus uh, op een gegeven moment in een wiskundige saus gegoten. En die is eraan gaan rekenen. En die kwam eigenlijk tot dezelfde conclusie als dat we net hadden. Uh, uit die twee uh, verschillende situaties die we hebben bekeken. Meneer Heisenberg zei, ja je hebt uh, verschillende zogenaamde complementaire grootheden. En plaats en impuls is daar een voorbeeld van. Uh, je kunt de ene wel nauwkeurig meten. Maar op een gegeven moment als je de ene nog nauwkeuriger gaat meten. Dan leidt dat direct toe dat je de andere grootheid minder nauwkeurig gaat meten. Er is een bepaald minimum nauwkeurigheid waarin je beide kunt meten. En hij heeft het uitgedrukt in deze formule. Eh, waarbij je wel op moet letten dat de delta hier eens een keertje niet staat voor eh, het verschil in. Maar staat voor de onzekerheid in de meting. De onzekerheid in de meting van deze grootheid. En eh, die onzekerheid is altijd groot of gelijk aan h delen door 4 pi. Nu is H de constante van plank is een heel klein getal. Dus in de. Regel in normale situaties zul je nooit tegen dit probleem oplopen omdat jouw standaardmetingen al zo'n grote onzekerheid in zich hebben dat je nooit aan deze limiet komt. Maar uh, als je heel erg je best doet, dan is het wel mogelijk. Je kunt heel nauwkeurig meten, maar op een gegeven moment zul je dan zien dat je nooit de nauwkeurigheid in meting van zowel plaats als impuls oneindig klein kunt maken. Op een gegeven moment kom je dus tegen deze drempel aan. Met een klein beetje rekenen kunnen we deze onzekerheidsrelatie uh, omschrijven in een andere bekende onzekerheidsrelatie. Want we kunnen namelijk zeggen: ja, x, als dat een plaats is, dan is dat gelijk aan c maal t. En dan bekijken we eventjes een foton die met de lichtsnelheid c beweegt. Um, impuls, daar hebben we ook al een formule voor gezien. De impuls van een foton is gelijk aan e gedeeld door c. Als je beide um, nu gaat substitueren in de onzekerheidsrelatie van Heisenberg, zoals die daar boven staat, dan kun je dus in plaats van delta x opschrijven delta t mal c, en in plaats van delta p kun je opschrijven delta e gedeeld door c. Je ziet dat die twee c'tjes wegvallen en je krijgt eigenlijk een tweede onzekerheidsrelatie van Heisenberg, want ook de tijd en de energie zijn complementaire grootheden. De, de tijdspannen waarin je iets aan bekijken bent en de energie die het deeltje heeft. Um, als je de ene te klein maakt, dan leidt dat direct toe dat je de andere minder goed zult kunnen meten.